Dwars op de Week. Ja, we zijn weer terug van Nooit Weg Geweest. Dwars op de Week. Dit komend uur nemen we de actualiteiten van de afgelopen week door met ons panel. Deze week zijn de gasten weer fijn in de studio. Ja, het is echt waar. Jaap Eelman, Lelystedeling en oud-geschiedenisdocent. Ruud Bootsma, ook Lelystedeling en voorzitter van de evenementencoördinatie Lelystad. Goedemiddag, heren. Laat je eens even horen. Goedemiddag. Hey. Ja, heel goed, heel goed. Eens eventjes kijken. Dit was de week waarin de kermis op de Esplanade in Almere werd bestormd door tientallen jongeren. Door de coronamaatregelen mochten er maar 900 bezoekers op het terrein, wat leidde tot een wachtrij van ongeveer 1,5 uur. Dat duurde de jongeren te lang en toen besloten ze maar de boel te overlopen. Ja, het was ook de week waarin bekend werd dat 1 op de 5 jongeren zo'n ontzettende prikangst heeft dat ze zich niet laten vaccineren. De GGD heeft nu eerder een groep gevaccineerd. Bij zoveel mensen flauw vielen tijdens het zetten van de prik. Hebben ze nooit eerder zoveel moeten doen. Om jongeren met prikangst te helpen is er op locatie extra begeleiding beschikbaar. Ja, en ook een speciale rustige ruimte waar ze geprikt kunnen worden. En we gaan het hebben over veel meer andere zaken. We gaan het hebben over Afghanistan. Maar we gaan het ook hebben over het volbouwen van de Markerwaard. Jaap Eelman, we beginnen eerst even met je eigen nieuws. Ja. Nou ja, wat ik gisteren wel schokkend vond was de demonstratie bij de Harskamp met zo'n 250 jongeren. Ja. Die dan roepen van nou ja, dat de vreemdelingen nu niet moeten komen. Mm-hmm. En wat het ergste vond ik dat er eigen volk eerst geroepen wordt. Ja. En ik denk, ja, die hebben toch niet goed opgelet bij de geschiedenislessen. Want de Tweede Wereldoorlog met eigen volk eerst heeft wel 40 miljoen doden gekost. Ja, dus daar weet je alles van, want dat heb je natuurlijk ook ja, precies. Gegeven. Dus ik vond dat wel schokkend. Ja. En ik vind dat wel een beetje tekenend voor de maatschappij dat het ja, op dit moment ja, weer zo in de extreme gaat. Dat, ja, is dat weinig een beeld van de maatschappij op dit moment? Nou, ja, misschien dat ook wel het stukje onvrede misschien ook met die COVID-infectie te maken heeft. Dat mensen misschien toch ook ja, wat onrustiger zijn. En dat wat sneller de emmer overloopt. En ja, dat men daarom wat heftiger reageert. En ja, wat zou dat dan voor de mensheid zijn dat ze dan dus heftiger gaan reageren? Nou ja, ik denk dat vooral ook bij de jongeren, die hebben natuurlijk ook wel het idee gehad, ja, dat hun vrijheid heel erg ingeperkt is. En dat ze weinig hebben van een jongere zijn hebben kunnen genieten. Ja, hebben ze zelf ook last van gehad of niet? Wat? Of ik daar zelf last van gehad? Nee, ik heb er geen last van gehad. Okay. Ruud, jongeren die staan te demonstreren bij een asielzoekerscentrum. Nou, dat zijn beelden die we nog wel kennen van een aantal jaar terug natuurlijk. Ja, daarom dus is er altijd geweest. Ik geloof ook niet in dat dit de COVID. Kan je iets met de microfoon iets dichterbij houden? Trek maar die kant op, ja. Dat die daar enig invloed op heeft. Het is gewoon een ontwikkeling die zien we eigenlijk al jaren, hè? Bij de asielzoekerscentra hebben we eigenlijk hetzelfde gezien. We hebben gezien dat gemeenteraadsvergaderingen verstoord werden. Maar ja, als ik dan weer zo'n verhaal over die prikangst hoor, dan denk ik, dat zijn de helden van de toekomst. Ja, daar moeten we het voor hebben in de toekomst. Ja, maar gaat het bij jou makkelijk dan? Gaat dit bij jou makkelijk in? Ja, tuurlijk, joh. Huh? Geen angst. Suikerpatiënt, dus ik prik tegen mijn auto. Ik ben het gewend. Ja, ik snap er ook niks van. Dus echt, Ruud, wat is jouw nieuws van de dag? Nou ja, nieuws. We krijgen hier aankomende dinsdag de Benelux Tour, een wielerwedstrijd. Zeker. Geweldig, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja? Tegelijkertijd ga je dan een beetje na zitten denken over hoe gaat het nou eigenlijk met die evenementen. En ik zit er natuurlijk dichtbij. Dus ik een beetje voor eigen parochie preken doe ik wel. Maar als ik dan zie wat er allemaal niet door kan gaan, wat niet door mag gaan. Maar ik zie vooral wat er wel doorgaat. Ik zat vorige week in de Amsterdamse Arena. Jongens, je weet werkelijk niet wat je ziet. Nee. En dan moeten we hier de Jordaan in de polder afgelasten, omdat het niet kan. Ik snap er helemaal niks meer van. Je snapt het niet meer. Waar komt dat dan vandaan? Men is totaal in verwarring in Den Haag. Men weet het niet meer. Maar ja, met het voetbalstadion moet in principe zitten. Nee, de jongen zit zelf in een voetbalstadion. Nou, heb je het publiek gehoord? Nee, ja, dat heb ik ook gehoord. Maar dan zegt hij na afloop dat het allemaal aan het verbeteren was. Helemaal niet, helemaal niet. Een kramper in Zandvoort. Hij maakt van zichzelf een lachertje, echt wel. Ja. Heb je ook mensen te hossen? Ja. Heb je ook mee gehost? Natuurlijk, werd binnen half uur 5-0, wat dacht je dan? Heerlijk was het. Ja, dus verwarring over die evenementen. Ja, dus, ja. Het is echt. Maar het is dat van dinsdag in Lelystad is toch geen probleem buiten? Nee. Ik vind het helemaal, überhaupt geen probleem. Ik vind nu dat je het gewoon los moet laten. En COVID is een gegeven. We moeten daar rekening mee houden. Maar dan moet je niet meer je beleid op afstemmen. Het kan ook niet. Je ziet het ook dat het niet kan. Er ontstaan hele gekke verschillen. Dat je denkt, waarom dit wel, waarom dat niet.
is vaak, kan niet doorgaan vanwege COVID. Hou nou toch op, jongens. Als er nou één vreedzaam, rustig evenement is... waar mensen rustig rondwandelen, dan is het daar. En ik mag in de arena, mag ik mijn vriendje omhelzen als we scoren. Jaap, ben je het ermee eens? Ja, ik vind het ook... maar ik denk dat er ook... Kijk maar naar die Grand Prix in Zandvoort die ook door kan gaan. Ja, ja. Dat zijn ook hele grote financiële belangen, denk ik. Hetzelfde met voetbal. Ik denk dat er flink gelobbyd wordt achter de schermen... om bepaalde dingen wel door te kunnen laten gaan. En dat sommige lobbyisten wat succesvoller zijn dan anderen... En de evenementenbranche, ja, dat is heel jammer voor de jongeren. Maar die hebben dan blijkbaar toch een iets slechtere lobby. Ja, maar vinden jullie dan dat het scherper moet zijn en dan niks door moet laten gaan? Of er moeten geen grote verschillen zijn? Nee, ik denk dat het vooral geen grote verschillen moeten zijn. Anders, ja, het beleid, dat snapt niemand weer. En nou, als je zo'n sfeer creëert, dan houdt niemand zich meer ergens aan. Hè? Dan hebben mensen zoiets van, ja... Dit kan allemaal wel, dus het zal allemaal wel meevallen. Ja. En dan, ja, dan krijg je alleen maar meer ongenoegen... en dan denken mensen dus niet goed meer na. Nee. Zometeen, Nederland heeft nog tot 31 augustus... om alle Afghanen die de Nederlanders tijdens hun missie in het land... de afgelopen jaren geholpen hebben, naar Nederland te halen. De Taliban voert de druk steeds verder op. Geen uitstel blijkt er mogelijk. Hoe kijkt ons panel aan tegen deze situatie? Dwars op de week. Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Laat het ons weten. Stuur een WhatsApp. Dit is ons nummer. 06-5252-4891. Ook voor als je een vraag hebt. De redactie staat voor je klaar via WhatsApp. 06-5252-4891. Nog niet kunnen noteren? Ga naar onze website omroepflevoland.nl. Dwars op de week. Inmiddels zijn zo'n 800 Afghanen naar Nederland gehaald. Anderhalve week geleden veroverde de Taliban zeer eenvoudig de hoofdstad Kabul. De opmars was sneller dan verwacht, wat het Westen en daarbij ook de Nederlanders leek te verrassen. Door het evacueren van Afghanen, die voor de Nederlanders en de andere Westerse landen werkte in de afgelopen jaren, onder grote druk zetten. En we praten erover verder met ons Dwars op de Week-panel. Ruud Bootsma, voorzitter van evenementencoördinatie Flevoland, en Jaap Eelman, oud-geschiedenisdocent. Beide natuurlijk Lelystedelingen. Hij deed nog even een correctie. Oh, wat zeg ik er verkeerd dan? Evenementencoördinatie Lelystad, zei ik. Oh, en wat zei ik? Flevoland. Ach ja. Dat staat er ook. Ik heb er genoeg. Ik vind het goed zo. Ik heb veel meer talenten toe. Ruud, ja, heb je de afgelopen anderhalve week met net zoveel verbazing zitten kijken als alle ministers, presidenten in de wereld? Met die uitzondering dat bij mij geen gespeelde verontwaardiging was, maar echt verontwaardiging dat ik dacht, hoe kun je in godsnaam mensen op zo'n manier behandelen? En dan net doen... Want het is net doen, dat is het stuk van het toneelstuk. Net doen of je niet wist hoe de ontwikkelingen zouden verlopen. Waarom kan Amerika dan wel 20.000 mensen evacueren en wij geen 1.000? Kom op, ga maar nou geen sprookjes vertellen. Je was gewoon niet op tijd, je bent niet alert geweest. Je hebt je werk gewoon niet goed gedaan. Maar ja, deze regering kan niet meer aftreden, dus anders blijven ze aftreden. Ja. Ja. Maar het zou wel moeten. Ja, Nederland zei, nou, we zijn erdoor verrast. Toen bleek dat de Franse geheime dienst, volgens mij... en de Engelsen... Die zijn al maanden bezig. Die wisten daar al heel lang van. Die hebben special forces ter plekke en die halen mensen gewoon bepaalde wijken uit Kabul... en die brengen ze zelf naar het vliegveld. Ja, denk je dat dat dan niet gedeeld is met de rest van nou, de... Nou, ik weet het niet. Ik denk inderdaad dat de Nederlandse... Kijk, Kaag, die moest ook beter weten. Want die is natuurlijk gepokt en gemazeld in het diplomatieke circuit. De ambassadeur ter plekke is trouwens wel een dame die van want weet. Ik denk dat het hele Afghanistan is natuurlijk enorm opgeblazen. Het Westen dacht daar wel even ooit op zaken te stellen. We hebben natuurlijk de Russen geprobeerd. Die hebben dat 10 jaar gezeten, van 1979 tot 1989. Ja, dat lepelt er zo even. Toen de Amerikanen hebben er 20 jaar gezeten. Heeft een biljoen dollar gekost van 2001 tot 2021. Dat is 1.000 miljard, hè? Ja, Biden heeft het ook toen... Biden heeft toen die vicepresident al steeds gezegd... we moeten daar weg, het levert allemaal niets op. En Nederland had het ook kunnen weten. Er is heel veel geld verbrand. En ik denk, je kan je niet je westerse normen en waarden... op deze manier kan je opleggen aan een volk. Ik denk dat de Taliban hebben Afghanistan ook helemaal niet veroverd. Die zijn ook niet verslagen geweest. Die zijn nooit weg geweest. En wat er nu dus gebeurt, is... ze waren gewoon nog helemaal geïnfiltreerd in de samenleving. Worden ook nog gesteund door een deel van de Afghaanse samenleving. En die zijn nu gewoon weer tevoorschijn gekomen. En die maken van de gelegenheid gebruik. En ik ben het helemaal met jou eens. De gespeelde verontwaardiging hierover, dat is gewoon onzin. Men had dit gewoon
aan kunnen zien komen. En dat was gewoon een onhoudbare situatie. De Amerikanen... We hadden weer... Srebrenica is daar ook een aardig voorbeeld van. Of een aardig voorbeeld niet, maar er is wel een voorbeeld van. En precies hetzelfde zie je weer gebeuren. We zijn weer te laat. We lopen er net weer 3 stappen achter. Maar hoe kan dat dan? Nou, dat heeft met de kwaliteit van besturen te maken. Nou ja, ik denk ook dat het... Ze werden ook mensen misbruikt. Hè. We wisten dat die mensen die voor ons daar werkten... ook bij de lege kampen als tolk... maar ook gewoon personeel, ondersteunend personeel... als koks en schoonmakers, tot die gevaar liepen... als we daar weg zouden gaan. En daar hebben we dus niet adequaat op gereageerd. Hè. Mensen moesten zich nu zelf allemaal aangemelden. Er had voor bepaalde categorieën mensen... had er allang een evacuatieplan moeten liggen. Net als bijvoorbeeld de Engelsen en de Fransen dat hebben gedaan. Ik wil daar even over die opvang van die Afghanen. Ja, want de Kamer heeft in meerderheid besloten dat er echt een hele brede groep naar Nederland mag komen. Niet alleen de tolken met familie, maar ook de chauffeurs en de koks. En misschien nog wel breder dan dat. Is dat een goede zaak dat er zo'n brede groep naar Nederland mag komen? Ja, als mensen gevaar lopen. En ja, je zou bijna zeggen ze moeten dat kunnen inschatten. Maar dat weet ik niet meer als het om Nederland gaat. Dan zeg ik ja, die mensen die hebben er recht op. Dat ze hier naartoe kunnen. En ga daar niet allerlei regeltjes verzinnen. Dat kinderpardon ook weer speelt. De kindertjes zijn hier en de ouders mogen er niet bij. Hoe haal je het in je brakke hersens? Hoe haal je het in je hoofd? Hoe kun je dat nou willen? De staatssecretaris nu onder druk weer teruggedraaid. Is inmiddels weer terug, maar als het alleen al in je opkomt... dat is te zot voor woorden, terwijl je toch voor een groot deel verantwoordelijk bent... wat daar op dit moment gebeurt. Ja, nou moeten we wel zeggen dat, dat er niet hier aan tafel... echt mensen echt ter rechterzijde van het politieke spectrum zitten. Oh. Die denken daar natuurlijk wel iets anders over. Moeten we wel bij vertellen. Nederland heeft binnen Europa zo'n beetje het strengste asielsbeleid. En ieder jaar is dat weer strenger... geworden. En we voldoen daarmee niet meer aan een aantal internationale verdragen... die we getekend hebben. En dat vind ik toch wel heel kwalijk. Hè? Dus er wordt willens en... We zijn te streng. Ja, er wordt willens en wetens worden de mensen in gevaar gebracht... en worden mensen die echt in nood zijn niet meer geholpen. Dus echt uit oorlogssituaties komen. En dat vind ik toch wel heel triest... dat Nederland zo humanitair zo aan het afzakken is. We zijn niet rechtvaardig. Het is wel streng heb ik totaal geen bezwaar tegen. Af en toe moet je gewoon de strepen recht trekken. Ja. Maar rechtvaardig, wel op een rechtvaardige manier. En daar heeft mijn politieke voorkeur geen zak mee te maken. Ik vind dat je mensen menswaardig moet behandelen. En of dat nou rechts of links is, rechtse mensen kunnen ook mensen rechtvaardig behandelen. Niet allemaal, er zijn met uitzonderingen, maar... 31 augustus is de deadline. Dan wil de Taliban dat iedereen weg is uit Afghanistan. Want dat is ook zo afgesproken met de Amerikanen. President Joe Biden zegt, nou ja, daar gaan we ons aan houden. We gaan daar niet langer blijven zitten. Even kort, wat vind je van de rol van Amerika, Ruud? Vind je terecht dat ze nu weg gaan? Ja, kijk, Amerika heeft nu gewoon aangegeven, wij stoppen ermee. Het heeft veel geld gekost. Het heeft veel... slachtoffers gekost. Meer dan 2000 Amerikaanse... We stoppen ermee. En dan is Nederland niet gewaarschuwd. Dan weten wij in Nederland niet wat daar aan het gebeuren staat. Ja, ik vind Amerika prima. Ze zeggen, we doen het dus nu. En we trekken dat eventjes strak door. Ja, ik vind dat terecht. Ja, nou goed. Ongeloof hier aan tafel, hoor ik. Dank jullie wel. Na het regionieuws, zo direct, praten we verder. Want deze week kwamen er zowaar weer wat plannen bovendrijven voor de Markerwaard. Dwars op de week. Dwars op de week. Nog steeds bij ons in de studio, ons Dwars op de week panel. Deze week de gast. Weer fijn hier in de studio natuurlijk. Jaap Eelman, Lely Stedeling en oud-geschiedenisdocent. En Ruud Bootsma, ook Lely Stedeling en voorzitter van de evenementencoördinatie Lelystad. Ja, er is woningnood, maar waar kunnen we al die woningen die we nodig hebben bouwen? Deze week in 2 verschillende landelijke kranten 2 verschillende oplossingen. In de Telegraaf wordt weer gesproken over de inpoldering van de Markerwaard. Het was ooit afgeschoten. En in de Volkskrant wordt gesproken over een ware drijvende stad op het Markermeer. Het wordt weer van stal gehaald, plannen voor de Markerwaard. Ik begin even bij Jaap. Ja, nou ja, om zoveel jaar steekt dat de kop weer op. Ja, dan worden we toch alleen weer een aantal dingen vergeten. En dat is natuurlijk dat het IJsselmeergebied belangrijk natuurgebied is. Belangrijk pleistergebied voor vogels. Maar ook dat we inmiddels heel veel geld aan het investeren zijn... om het hele, bijvoorbeeld het Markermeer
veel biodiverser te krijgen. En ook veel aantrekkelijker bijvoorbeeld voor recreatie. Denk aan de aanleg van de Markerwadden. 1000 hectare die er nu ligt. En de twee eilanden waar ze nog mee bezig zijn. Dus dat wordt zometeen zo'n kleine 1300 hectare natuur. En verder is natuurlijk het Marker IJsselmeergebied is ook Natura 2000 gebied. Dus dat is natuurgebied. En dat, we hebben daar ook verdragen voor ondertekend om dat te doen zo. En ik denk ook, ja, we hebben in Nederland misschien toch niet altijd even goed gekeken hebben waar we bepaalde woonkernen gebouwd hebben. En dat we, als we goed gaan kijken en dat wat rationeler doen, dat we best goede plekken nog kunnen vinden. En ik denk dat dat voor Flevoland helemaal niet zo'n probleem is. Als ik rondom Lelystad bijvoorbeeld kijk, mijn eigen woonplaats, dan zie ik toch wel heel veel plekken waar nog eigenlijk wat huizen gebouwd zouden kunnen worden. Dat wordt ook inmiddels wel weer wat gebouwd, maar ik denk toch... Zou er ook zo'n nieuwe stad komen tussen... Dat zou er ook kunnen, toch? Ja, maar dat vond wel zowel Zeewolde als Almere vonden dat niet zo leuk. Want het was ook niet zo met hun overlegd, geloof ik. Dus, Had je met allemaal hier overlegd? Ik denk dat vooral de bouwer de eurokijkers in de ogen had. Die wilde graag naar buiten komen. Dat waren wat andere belangen. Dus ja, Ruud, nou ja, het idee van zo'n Markerwaard ontpolderen, dat is gewoon ingegeven door het feit van overal waar we nu gaan bouwen, daar offeren we natuurlijk straks landbouwgrond voor, onlosbare landbouwgrond. Dat is leraar wel even in de geschiedenis terug gegaan, maar ja, ik heb de discussie meegemaakt in de 80e jaren. En er was eigenlijk maar één groep die invloed had. Dat was de Vereniging tot het Behoud van het IJsselmeer. Ja. En dat waren allemaal rijke jongens die hun bootje in Muiden hadden liggen. En die wilden graag blijven zeilen. Een beetje gechargeerd. Opkomst van allerlei natuurverenigingen. Maar wat vind je van dat natuurargument om het niet te doen? Nou ja, ik ben er wel gevoelig voor. Alleen... kijk, als je ambities hebt, en die ambities zijn niet gering... dat los je niet even op met wat woningbouw tussen Almere en Lelystad bijvoorbeeld. Dat los je niet even op. Daar heb je gebieden voor nodig die je daar ook echt voor geschikt moet maken. En ja, dan hebben we niet zo gek veel ruimte. Jaap zei net weliswaar van die ruimte is er wel. Nou, ik vraag me dat toch een beetje af als je zo kijkt... De Noordoostpolder heeft wel wat meer ruimte dan Flevoland. Maar daar los je dat probleem niet mee op. Want het is wel een probleem, hè? Als je roept dat ik ga een x-aantal woningen bouwen... dan ja, is dat altijd verstandig. Tenminste, dat heb ik altijd geleerd. Kijk dan eerst even of je het kan en ga het dan roepen. En dit is weer andersom. Dit is, maar hij is niet zo gek. Er staan 100.000 mensen op een wachtlijst voor een woning. Mensen wonen tot hun 44ste nog met een huisgenoot. De discussie vind ik... volkomen terecht. En die komt eigenlijk 20 jaar te laat. Hè? Ik ben ook van een generatie met woningnood opgegroeid. Ik kon ook toen ik 20 was geen huis krijgen in Amsterdam. Ja, ik kon een of ander zolderkamertje voor 300 gulden... en dat was een hoop geld krijgen. En voor de rest was er niet veel. Dus ik ken het verhaal van de woningnood. Maar je moet ook even kijken van waarom die woningmarkt zo op slot zit. Hè? Dat blijkt natuurlijk vooral ook een hele financiële reden... waardoor de doorstroming ook van ouderen die naar een kleinere woning gaan... bijvoorbeeld en een grotere woning achterlaten, dat is helemaal gestopt. Zowat. Ja. Dus er zijn ook andere mogelijkheden om die woningnood gedeeltelijk op te lossen. En ik denk trouwens dat een nieuwe polder, dat zou tientallen jaren gaan duren... En dat gaat gewoon veel te lang duren ook. Om nog met een ander argument te komen. Want je moet veel eerder gaan bouwen. Anders hebben zo een aantal jongeren geen huis meer. Ik heb een aardig voorbeeld. Ik heb zelf in de Pijp gewoond in Amsterdam. Vlak bij andere huizen, maar dat terzijde. En daar betaalde ik 45 gulden voor een woning van niks natuurlijk. Maar die kamertjes. En waar het zelf leuk verbouwd. Dus het zag best leuk uit. Dat pand staat er nog. Het zijn al 45 gulden. Okay. Ja, 45 gulden. Ja, geloof je niet, hè? Ja, nee, dat geloof ik niet. Ik woon in de Blankenstraat in Amsterdam in het centrum. 76 gulden per maand. Nou, twee kamerwoning. Ken ik ook. Dat je verhaal af. Maar goed, ik wou het toch even vertellen. Want dat de situatie, hoe die verknald is. Toen zijn die pandjes, die zijn door de toenmalige prinsen Bernhard opgekocht. Die zijn verjupt. En die hebben daar juppenpanden van gemaakt. Weet je wat zo'n pandje nu kost? 3 ton in euro. Ja. Jongens,
Wie hebben de markt nou kapot gemaakt? Wie hebben dat nou gedaan? Ik niet hoor, met mijn 45 euro. Nou, laten we even teruggaan naar, naar die markerwaard. Want die ligt natuurlijk prachtig bij nu. De vogels en de vissen die genieten daar optimaal van. Ook de zeilers en zo. Je zou kunnen zeggen, we behouden dat water. We gaan er een drijvende stad op bouwen. Zoals in de Volkskrant deze week werd betoogd. Dat ging over zijn allemaal mogelijkheden. Waar moeten we aan denken? De zeespiegel stijgt overal. Ja, dat is toch niet rationeel om dan nog een extra polder aan te gaan leggen? Want dan moet je later nog meer dijk gaan verhogen. Ja, dus ga je drijvend maken? En als je hem dan drijvend maakt, dan drijft dat gewoon mee omhoog. En en iedere keer verandert die stad een beetje als de stroming anders is. Een drijvende stad. Ik kijk naar Ruud, die kijkt mij aan alsof hij water ziet branden. Wel een beetje. Ik vind dat de tijd voor experimenten dat die voorbij is. We moeten niet meer gaan experimenteren. We moeten kordaat, slagvaardig optreden nu. Ik weet, mijn buurman is geen warm voorstander van het aantasten van het prachtige Markermeer, waar tot voor kort alles dood was. Dat is absoluut een broodje aap vooral. Er was echt niet alles dood. Ja. Nee, dat is echt... Dat is wat... Maar driehoeksmossels, die vonden dat niet fijn. De biodiversiteit ging achteruit, ja. Maar het is absoluut geen dood water, hoor. Dus, zo werd het wel verkocht destijds. Nee, dat is onzin. Dat snap ik maar. Als je voorstander van iets bent... Je moet soms een beetje extrapoleren. Ga je gauw dingen wat dan extra benoemen. Ik ben niet tegen het voor een deel... Hoeft niet helemaal... inpolder van de Markerwaard om daar ruimte te creëren. En ik vind dat je het een kan doen en het ander kan laten. Dus ja, je kunt daar een goede middenweg in vinden. Je ziet nu wat we met de Markerwaard aan doen. Een prachtig gebied, laat ik dat ook onmiddellijk zeggen. Het is echt fantastisch. Maar het is maar een hoekje van het Markermeer. Je kunt nog meer daar in dat gebied. En ik zou die mogelijkheden zou ik gewoon eens bekijken. Goed. Dank jullie wel weer voor deze week. Fijn dat jullie gewoon weer fysiek hier in de studio zijn. Het klinkt maar veel beter dan door zo'n computerschermpje. Maakt de discussie ook wat levendiger. Zo is dat. Was weer zeer aangenaam. Heel fijn dat jullie er waren. Jaap Eelman en Ruud Bootsma. Dwars op de week.